Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 6 van de Eredivisie en ook de Europese wedstrijden. En die waren voor sommigen nogal pijnlijk. Feyenoord wist wel met 2-0 te winnen van Celtic, dus die waren goed bezig. Arsenal vermorselde PSV met 4-0. Ajax speelde een 3-3 gelijk tegen Olympique Marseille. En AZ heeft iets gedaan, daar word je gewoon heel verdrietig van. Ik wil het er niet over hebben, het werd 4-3. In de speelronde 6 van de Eredivisie won Go Ahead Eagles met 3-0 van Fortuna. Volendam, Heracles werd 2-2. NEC won met 3-0 van FC Utrecht. Almere City, PSV werd 0-4. Heerenveen verloor met 0-3 van Excelsior. Sparta won met 1-0 van Vitesse. Zoals iedereen weet is Ajax Feyenoord gestaakt. Dat gaat morgen verder. We nemen wel gewoon de voorspellingen die voor afgelopen week gemaakt zijn. Nemen we gewoon mee voor morgen. PEC Zwolle verloor met 0-3 van AZ. En RKC Twente werd 1-0. Dan is dit de ranglijst. PSV staat er bovenaan. Oh, deze klopt helemaal niet. Wacht. Doen we hem gewoon live aanpassen, want dat kan allemaal tegenwoordig. PSV staat bovenaan met 15 punten, ook AZ heeft 15 punten. Twente staat derde met 12 punten, Feyenoord en Sparta hebben 11 punten. Go Ahead Eagles staat zesde met 10 punten, dan komen Excelsior en Fortuna met 9 punten. Heracles staat negende met 7 punten, ook NEC en PEC hebben 7 punten. Heerenveen en RKC hebben 6 punten, Ajax staat op de 14e plek met 5 punten. PSV en Utrecht hebben 3 punten en onderaan staan Volendam en Almere City met 1 punt. Dan gaan we naar de voorspellers top 8. Amersfoort Power staat nog steeds bovenaan met 57 punten. Dan komt Thomas op de tweede plek met 51 punten. Ikzelf en Mikey hebben 50 punten. Dan komen Sven en Dylan op de vijfde plek met 49 punten. En Martin en Luc staan zevende met 48 punten. Dan gaan we weer wat wedstrijden in de Eredivisie inhaalwedstrijden gaan we voorspellen. PSV ontvangt Go Ahead Eagles. Twente moet thuis tegen Vitesse. Ajax Volendam is afgelast. We weten allemaal waarom. En AZ speelt thuis tegen Heracles. En dan hebben we aankomend weekend speelronde 7 van de Eredivisie. Feyenoord neemt het op tegen Go Ahead Eagles. FC Utrecht moet thuis tegen Almere City. PSV ontvangt Volendam. FC Twente moet tegen Heerenveen. RKC moet in Waalwijk tegen Ajax. NEC ontvangt op de Goffert Vitesse. Het is een derby. Die zal vast gestaakt worden, want er zal vast wel fout gaan. Excelsior in een Rotterdamse derby tegen Sparta. Heracles ontvangt PEC Zwolle. En AZ moet thuis tegen Fortuna Sittard. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.